Was ook van de rare taal, meester Bilke. Dan moest je bidden. Niemand wist wat dat was. Hij legde uit hoe je dat technisch moest doen. Op je knieën voor het kruisbeeld. Handen vouwen. Daarmee maakte een soort zendmast voor je gedachten. En dan moest je een mededeling doen. Dan mocht hij in stilte naar Jezus. En die zou dan de boodschap ontvangen en iets terugsturen. En we moesten bidden als huiswerk die avond. Ik zat voor het kruisbeeld op de slaapkamer van mijn ouders. Door te stralen dat het geen goal was van Wouter Kesteloot in de speeltijd. Omdat het Hens was geweest in de bakkerij. Dat kwam precies niet door. Hij stuurde in elk geval niks terug. Ik dacht, hij kan ook niet. Hij kan geen zendmast maken. Zijn handen hangen te ver uit elkaar. Dus ik naar het werkhout van mijn pa. Het ijzerzaagje gaan halen. De Patex. Jezus gerepareerd. Nog altijd niks. Maar meter zei wel dat het een mirakel was. Dat Jezus van zijn kruis was proberen duiken. En mijn pa zei dat hij vele chancen had. Als hij naar voren was geklakt, ging er Hans naar hangen in. Wat zat nog een dijf in zijn voeten?